Ikke, jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst een deel van ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Wat dan? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat Bukk hier hanteert. Omdat, dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording, dat ik dacht, dat kan niet, dat me, dat... Excuseer. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Met seks omgaat. Is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Maar... Ja, ik vind dus dat die techniek kan worden genoemd. Maar nee, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want het komt. Ja, dan zwijg ik liever. Excuseer, ons mensen thuis, mijn excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan de... Ja, meneer, jij had een opmerking, een... Ik heb hetzelfde. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan horen, maar dat ze horen, is dat... Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Er gaat u een half uur dit kan voor mij uitgelacht te worden, vlak in het gezicht kan plaatsen. We hopped in my whip with a hand on my zipper. Take my advice, homeboy, don't kiss her. I swear on my life, a head off the Richter. I understand why your clown ass picked her. If you move her away, man, I'ma miss her. If this rap shit work, I'm coming back to get her. Now don't go home angry and hit her. Relationship sour, you bout to get bitter.